heb een oefen-elektronisch patiëntendossier gemaakt die in het onderwijs gebruikt kan worden voor het oefenen voor later. Bestaande elektronische patiëntendossiers die zijn voor het ziekenhuis, voor het werkveld. Maar voor het onderwijs, voor verpleegkunde, die hebben daar geen toegang tot. Die krijgen dan pas de studenten eigenlijk toegang wanneer ze daar zijn, wanneer ze een stage lopen. En dan krijgen ze dan meteen eigenlijk een hele grote programma voor hun neus. Geen idee hoe het werkt, er zit geen handleiding makkelijk bij. En eigenlijk heb ik dus een versie gemaakt van die wat minder EPD is en wat meer voor een onderwijs is. Wat dus het voordeel heeft vooral dat zij eigenlijk al mee kunnen leren omgaan. Maar ook dat ze bijvoorbeeld tijdens lessen kunnen gebruiken. Ik vond het vooral technisch uitdagend voor mezelf, want je hebt de samenwerking van ICT, van onderwijs en verpleegkunde, waar ik eigenlijk alleen maar een klein beetje van ICT weet. En juist dat samen onderzoeken en uitwerken en brainstormen, dat was het lastigste maar leukste om te doen. De kennis die ik heb vind ik juist heel leuk dus om eigenlijk te delen. Ik heb eigenlijk mijn passie gevonden zelf in het onderwijs en ik doe nu mijn bachelor om daarna verder te gaan als docent bij mijn vorige opleiding.